De aftrap is van Michel Valken namens PSV en dat is opvallend. De bedoeling is van Jan Reker dat Michel Valken in de spits speelt deze wedstrijd. Torissen iets teruggezakt tegen Schoenhaker en Briele op links tegen Ophof. Van Basten. Afgetroefd door Stevens. Lokhoff. Achterin is Torissen. Valken met het schot. De redding van Galjee en Briele. Nog eens Galjee. Nog eens dat moment waar Torissen de verdediging van Ajax in de problemen brengt. Het schot van Valken waar Galjee goed op anticipeert. Op dat van Briele idem. Varenburg. Opnieuw. Heinze. En dan de counter waar Ademosso bang voor is. Kennis Briele. Achtervolgd door Spelboos, die kan hem niet meer inhalen, maar Briele mist de kans. Dat soort kansen komen niet vaak, zoals deze voor Kennis Briele. Gestart vanaf de eigen helft, dus op zeker geen buitenspel. Spelboos in de achtervolging is kansloos. Maar het schot gaat redelijk ver naast. Twee kansen voor PSV. Eigenlijk nog geen voor Ajax. Hier is Brands met overtreding tegen Varenburg. Varenburg zelf met de vrije trap. Lokhoff, Valken. Van der Gijp. De overtreding van Siloy. En het schot van Brands. Van der Gijp. Overtreding, Siloy beslist van net te komen. Vrije trap van Valken. En via de paal is Ajax even uit te zorgen. Maar als Brands inkopt, is het 0-1. Het is de 16e minuut bij de vrije trap van Michel Valken. In eerste instantie redt de paal nog. Galjee krijgt er een handje tussen. Stevens brengt de bal terug. En dan doet de lengte van Ernie Brands wonderen voor PSV. Spelbos. 28 minuten gespeeld. Ajax begint langzaam maar zeker druk te ontwikkelen. Maar voorlopig heeft Van Breukelen nog geen enkel probleem gehad. Koepage van Varenburg op Ophof. Van Basten. Die is heel onberekenbaar. De Wit. Schoenhaker. Varenburg is heel handig in de kleine ruimte. Terwijl Stevens hem langs de grond probeert aan te pakken. Waar Brands dat in de lucht moet doen. De Wit schiet goed ineens. En Schoenhaker van dichtbij. Spelbos. Lange paas van achteruit dit keer. Van Basten neemt hem goed mee. En krijgt dan de vrije trap. Kijk maar. De bal is binnen speelbereik en Stevens brengt duidelijk de tegenstander ten val. De vrije trap komt van Boeven. Schoenhaker is achterin. Ophof. Buitenspelval gaat open. Het is geen buitenspel voor Boeven. Voor hem is de paas bestemd. Maar nu is de kans voor PSV. Balbezit van der Gijp. Van der Gijp. Ophof.
Koeman. Maar weer leidt Ajax balvies. En weer komt de lange paas van Spelbos niet op de juiste plek. Vadenburg. Kort gedekt door Jan Heijnsen. Voorlopig heeft PSV daarmee succes. Valken. Als de twee Ajaxiden elkaar in de weg lopen, kan Lokhoff profiteren. Nog steeds Lokhoff. Twee man voor het doel van PSV. Helemaal achterin is Brielen. Die zou moeten scoren. Hij doet het niet, maar Van der Gijp wel. Het is de 39e minuut van de eerste helft. Als Lokhoff profiteert van een botsing van twee Ajax-verdedigers. Vervolgens ook Ophof uitspeelt. Van der Gijp is bij de eerste paal. Brielen is helemaal achterin bij de tweede paal. Dat heeft Lokhoff goed gezien. Eigenlijk had Brielen al moeten scoren. Als de bal van de lat terugkomt, doet Van der Gijp het. 0-2. 45 minuten al gespeeld. Brands heerst in de lucht. Schoenhaker. Koeman. Neergelegd door Stevens. Net buiten het strafschopgebied. Laatste mogelijkheid voor Ajax om voor de rust iets te doen. Boeven. PSV leidt bij de rust met 0-2. Met Felix Gastelich in de ploeg begint Ajax aan de tweede helft. Met een achterstand van 0-2. Boeven heeft het veld verlaten. Waarschijnlijk aangeslagen geraakt in de eerste helft. Siloy nu aan de rechterkant. En Gastelich meteen met de eerste actie. Slechte spelervatting van Hans van Breukelen. Die toch goed uitpakt. Torissen. Bedoeling is Van der Gijp. Van der Gijp. Het is 0-3. Het gezicht van Adem Mos spreekt boekdelen. René van der Gijp. Zet met de schouder. Reglementair. De tegenstander weg. En houdt het hoofd heel koel. 0-3. 6 minuten tweede helft. Slecht uitverdedigen van Boeven. En Brielen. Bijna. Rijkaard. Bijna balvlies. In tweede instantie goed op Vanenburg. Brands. Die alles heeft in de lucht. Hoekschop via Heijnsen. Vanenburg. Van Basten. De eerste maal eigenlijk dat Van Breukelen echt wordt bedreigd. Uit deze hoekschop waar eerst Rijkaard en dan Van Basten aankomt. Van der Gijp. Met in de rug Boeven en dan de overtreding van Van der Gijp, zegt Van Ettenkoven. Van der Gijp is onschuldig, claimt hij. Het spel gaat verder. Hens van Stevens lukt niet. Maar dan is altijd Brands er nog om Van Basten het leven zuur te maken. Gastelich. Heijnsen. Spelbos. Maar die heeft het ook niet vandaag. Koeman. Van Breukelen met zijn eerste echte redding. Elf minuten gespeeld. Van Basten gaat neer in duel met Brands. Van Ettenkoven ziet er niks in. Koeman met Van der Kerkhof in de rug.
Goed van Koeman. De Wit. Van Basten. Van Breukelen. Kwartier is er gespeeld in de tweede helft. Koeman gaat goed door. 1-2 met Van Basten is ook goed. En dan is dit een vrije trap. En een gele kaart voor Van Aarle. Vrije trap, Gasselig ineens. Geen probleem voor Van Breukelen. Spelbos. 18 minuten in de tweede helft. Brands is onzeker in de lucht. Voor het eerst. Schoenhaker met het schot. Valken. Briele. En de Gijp loopt buitenspel. En dan kan Briele gewoon door naar die afleidingsmanoeuvre. Briele. Valken. Nog eens Briele. Wat een paniek. Maar Ajax ontsnapt toch nog aan 0-4. Willy van de Kerkhof. Lokhoff, 21ste minuut na rust al. Nou is Valken weer helemaal vrij. Van de dekking bij Ajax klopt weinig. Briele is achterin. En dat is een gelukkig voor Ajax, verder geen PSV'er. Johnny Bosman staat klaar om in het veld te komen. En het is Ronald Spelbos die het veld moet verlaten. Misschien een vingerwijzing voor Rinus Michels op de tribune aanwezig. Want Spelbos heeft niet voldaan. Rob de Wit. Maar kijk. En kijk hoe simpel PSV er dan uit kan komen. En Willy van de Kerkhof kan gewoon het ruime sop kiezen. Terwijl aan de andere kant Micha Valken helemaal vrij is. Valken. 0-4. Willy van de Kerkhof kan op weg, als niemand hem iets in de weg legt. Ziet aan de andere kant dat Michel Valken helemaal vrij is. En die heeft dan ook nog alle tijd om te scoren. Het is 0-4. 26 minuten na rust. Boeven. Kijk eens naar die verdediging van Ajax. Een gatenkaas. Van de Gijp. En Briele. PSV neemt genoegen met een hoekschop. Van der Gijp. 12 minuten nog. Begint nu tegen Kasselier de vernedering compleet te maken. In ieder geval te onderstrepen. Lokhoff. Stuurt twee tegenstanders de verkeerde kant op en schiet. Of beter gezegd, die twee tegenstanders gingen vanzelf de verkeerde kant op. Koeman. Schot van afstand. Beste schot van Ajax tot nu toe. Fotografen voor de dugout. Waar onder andere Jan Reker in zit. Van Basten. Heel even ruimte. En dan zet hij ook goed aan ook. Van Ettenkoven gaf voordeel en terecht. Gasselig. Gasselig. Het doelpunt van Bosman. Twee minuten voor tijd. Combinatie van de beide invallers. Gasselig die goed doorzet. En Bosman die attent is, 1-4 voor de statistiek. Ja, het mag dan voor de statistiek zijn, maar zo'n uitslag komt aan. Zeker, denk ik, daar in dat feest hier in de Meer.